Davy Klaassen, ja, hoe is de sfeer in de kleedkamer? Ja, iedereen is een beetje teleurgesteld. Ik denk dat we, ja, dat we het geluk niet in onze zijde hadden vandaag. En ja, dat is zo zuur. Nou, hoe erg is het om tegen dit soort voetballers te moeten voetballen van Milaan dan? Ja, nou, ik denk toen we tegen 11 speelden dat we het wel redelijk deden. Maar toen ze met 10 kwamen, gingen ze eigenlijk alleen maar voor het doel hangen. En ja, moet hij voor ons maar één keer goed vallen, maar ja, dat gebeurde ook niet. Alle theater, het tijdrekken, de irritante trekjes, is toch ongelooflijk? Ja, klopt, dat weet je. En ja, dan doet die scheidsrechter denk ik ook niet goed. En ja, alles bij elkaar zit het gewoon tegen. Hoe moet je zo'n rood-zwarte muur dan slechten? Ja, ik denk via de zijkant. En ik denk op het laatst toen Mike drinkt, omdat we ook nog een paar keer goed gevaarlijk werden. En dan moet je hopen dat hij goed valt. En dat viel die helaas niet. Nee, en dat viel bij jou ook twee keer net niet goed, want je had in de eerste helft een goede kopkans. Ja, klopt. Die pakte de keeper en in de tweede helft schoot ik ook nog een keer op de keeper. En, wat ik zeg, ik moet gewoon een keer goed vallen en dan win je hem waarschijnlijk. Europa League verder nu, hè? Ja, het is minder dan de Champions League. Maar nogmaals, hoe voelen jullie je nu? Jullie waren zo dichtbij, na 10 jaar eindelijk weer een keer. Ja, klopt. Daarom is extra zuur dat je, ja, dat je op deze manier zeg maar eruit gaat. En, ja, waar je zeker niet minder bent. En, ja, is gewoon zonde.